tweede serie sporen. Ziet er heel anders uit dan de voorgaande serie. Ik heb geen matjes gewerkt. Dit is in de orde Artiodactyla. Ik weet het goed zeg, Artiodactyla. Zijn de hoefdieren. Het zal een race zijn natuurlijk. Het lijkt niet of het in drie tenen zijn, zijn het twee. Twee gespeten hoeven. Even hoeven. Nader kijken moet te wijzen wat het exact is. Hiernaast nog een paar kleinere sporen. En dat is heel waarschijnlijk een konijnenversnelling, denk ik. Konijnenhaas. Een achtige. Die zijn toch heel vrij licht. En hier echt een hele typische, gewoon van die kussentjes. Vier tenen. Niet erg moeilijk. Jongens, ik was het deel van de sporen. Het is nu koud aan het worden. We zijn nu tegen eind oktober een fantastisch treintje hier aan het installeren. En ik hou jullie op de hoogte van de spannende ontwikkeling. Tot kijk.